Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelis de Smit Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen gaan we terug naar 1984. In dat jaar viert Venray haar 40-jarige bevrijding met diverse activiteiten. Een van die activiteiten is het praatprogramma Venray Toen. Leerlingen van het Bosveld College praten op het gemeentehuis met Venrayse burgers over hun ervaringen voor, in en na de oorlog. Kijkt u mee naar een boeiend en leerzaam verhalenverslag. Deelnemers eerst even aan u voorstellen. Meneer Raats, Corine, meneer Remmen, Martijn, mevrouw Gommans, Hermien, meneer Oudenhoven, zelf ben ik Gootsen, mevrouw van Rijswijk, Juliette, meneer Timmermans, Frank, mevrouw Draat en vroeger in Venray heette ze juf Arts en meneer Hendricks. Een klas leerlingen van het Bosveld College wilde graag weten hoe deze tijd waar ik het net over gehad heb in Venray verlopen is. Daarvoor hebben ze een aantal vragen gemaakt die ze vanmiddag aan deze oudere mensen voorleggen. Was het te merken dat Hitler in Duitsland aan de macht kwam en dat de NSB in Nederland steeds machtiger werd? Dat was inderdaad heel goed te merken. De Duitse grenzen die gingen hermetisch dicht. Zelfs je kon niet wegens familiebezoek over de grenzen meer. Maar vooral door de vluchtelingen die ons land binnenkwamen. Vooral de Joodse vluchtelingen. De NSB die begon in 1932. Toen hadden ze slechts 100 leden. In 1935 waren het er 36.000. Maar in 1937 waren ze alweer 9.000 kwijt. Ze gingen voor het eerst de verkiezingen voor het parlement in en dachten daar 20, 25 zetels te halen. En ze kwamen met 4 voor de dag. Tijdens de Duitse bezetting hadden ze het heel makkelijk. Alle andere partijen werden verboden. De Duitsers hielpen hun met geld en propaganda. Maar niettemin zakte dat aantal steeds lager. En de NSB was zeer gehaat en verafschuwd door ons eigen volk. Het begin van de Tweede Wereldoorlog moeten we zeker niet in Nederland zoeken, maar in Duitsland. En daarover wil Martijn iets vragen aan meneer Remmen. Hoe kan het dat Hitler de Duitsers zo gek om maken? Dat Hitler de Duitsers zo gek kon maken,
Om daar nadere verklaring voor te geven, moeten we de geschiedenis erbij halen. En zoals u weet, heeft Duitsland de Eerste Wereldoorlog, die van 1914 tot 1918 duurde, verloren. En bij door dat verlies is bij het verdrag van Versailles, heeft Duitsland naar wat grondgebied af moeten staan. Onder andere Saarland, Elzas. Men kreeg een bezetting van het Rijnland. Die met d'ander. Ieder volk natuurlijk heeft zijn eigen waarde, zoals ook ieder mens. Maar dit is bij de Duitsers heel hard aangekomen dat zij de Eerste Wereldoorlog verloren. Daarbovenop kwam de economische crisis, die in de jaren 30, die over heel de wereld praktisch heerste, maar daar in Duitsland dubbel hard aankwam, gezien dat zij naar al die naweeën van die oorlog, daar zaten ze mee. Men kreeg in Duitsland een heel grote werkloosheid, geweldige inflatie, zelfs honger. Schiep een klimaat dat, vooral voor Hitler, dat hij makkelijk ingang kon vinden. Hij beloofde gouden bergen, ze zouden land terugkrijgen, enzovoorts, enzovoorts. Hij had daarnaast, Kosische mensen, een geweldige propagandist in de vorm van meneer Goebbels, die de ideeën die hij uitbroeide, geweldig over kon brengen op de Duitse bevolking. Het een en ander dus de ellende waardoor zij kwamen te zitten door de Eerste Wereldoorlog, de economische crisis, het Duitse chauvinisme, wat daar bijzonder geldt, is naar mijn mening de aanleiding geweest dat de Tweede Oorlog met alle ellende ontstaan is. Er zijn nu in Nederland weer enkele ontwikkelingen aan de gang die een beetje lijken op de toestand van Duitsland in de jaren 30. En Corinne wil daar graag iets van weten, ook weer van meneer Remmen. Was de Hitlerpartij voor de oorlog te vergelijken met de Centrumpartij nu? In bepaald opzicht is de Hitlerpartij te vergelijken met de Centrumpartij nu. In die zin, Hitler discrimineerde minderheden, Joden, Zigeuners, zo ook de Centrumpartij discrimineert ook minderheden, is geweldig rechts, nationalistisch ingesteld. Maar als ik dacht aan die vraag, dat ik die zo moet lezen, riskeren wij met een Jan Maat en zijn consorten wat daar in Duitsland in de jaren 30 gebeurd is. Dan zeg ik nee, wij gezien dat wij niet hier in een ellende zaten zoals Duitsland in de loop van de jaren gekomen was. Daarnaast hebben wij een democratie. Hitler was daar een dictatuur geworden. En gezien dat wij gelukkig als iedere staatsburger nog daar ook in mee kunnen praten, geloof ik niet. Het klimaat is hier heel anders dan toen Hitler daar zijn slag sloeg in Duitsland. De staatbestel is heel anders, we praten zelf mee. Dus ik geloof niet dat er enige kans is dat wij hier de Centrumpartij kunnen zien als een gevaar voor ons allen, zoals Hitler daar is geweest. In 1939 heeft Hitler in Duitsland een groot militair apparaat opgebouwd. Hij heeft andere plannen. Plannen die de mensen rondom hem heen niet aanstaan. En hierover wil Hermien een vraag stellen aan mevrouw Draaf. Was men in Nederland bang voor de oorlog? In heel Nederland is moeilijk samen te vatten wat men ervan dacht. Vooral als je dan denkt dat de regering zelf de bevolking zegt, ga maar rustig slapen, er komt geen oorlog, de verdediging is goed. Het was wel een beetje afhankelijk in welke omgeving je zat. Ik zat zelf op dat moment op een kostschool in Blerik. Daar hadden wij regelmatig, we hadden een vluchtkoffertje. En we werden regelmatig de kelder ingestuurd om te kunnen vluchten. En we zijn zelfs een keer naar huis gestuurd, omdat men verwachtte dat de inval er was. In Venray proefde je het gevoel van veilig zijn. Ik herinner me dat er een keer een militaire oefening was van onze jongens dan. En ach, dat was allemaal geweldig. We hadden hier de P-linie en al die bunkers bij de Maas. En dat zat wel goed. En we zouden vast niet in oorlog komen, want in de Eerste Oorlog
had Wilhelmina ook gezegd, nee, of de Eerste Wereldoorlog, ook, we doen niet mee. Misschien is het heel goed samen te vatten en een liedje dat gezongen werd, algemeen goed was, dat was voor Wilhelmina dan, Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. Alle jongens maakten haar het hof om strijd. Maar zij lachte voor de rest neutraliteit. Dat was wel de sfeer, dacht ik, van wat men dacht over de mogelijke oorlog. Neutraliteit. Een neutraliteit die geen werkelijkheid bleek te zijn. Want vrij gauw daarna waren wij aan de beurt. En Frank gaat daarover iets vragen aan meneer Oudenhoven hier naast me. Wat gebeurde tijdens de inval in Venray? Ja, op de eerste plaats maakte zich een gevoel van ontzetting zich van de mensen meester. En op de tweede plaats natuurlijk de bezorgdheid om de vaders, de broers, de zonen die ergens tegen de Duitsers vochten, omdat men niet wist of men ze nog ooit terug zou zien. Want dat was op een geval wat natuurlijk erg bovenaan stond. Hier in Doorn over Limburg in Venray is in 1940 niet gevochten. De Duitsers kwamen zo ongeveer binnen per fiets met het geweer in de aanslag. Wat er hier wel gebeurd is, dat is dat er men bruggen heeft laten springen en bomen heeft laten vallen om de wegen te blokkeren. Om zodoende proberen de Duitse voortgang te stuiten. Dat heeft overigens weinig resultaat bereikt, omdat gauw bleek dat men over zodanig materieel beschikte dat dit nauwelijks een belemmering vond. Met de komst van de Duitsers komt de onvrijheid over ons land. Een onvrijheid die verschillende vormen heeft. Ik wil er enkele noemen en daar gaan dadelijk ook nogal wat vragen over. Het Duitse bestuur. Vele mensen zijn het natuurlijk niet eens met de Duitsers. Plegen verzet. Vele mensen moeten onderduiken. Jodenvervolging. Vervolging van zigeuners. Enzovoort. En daarover gaat Juliette zo meteen een vraag stellen aan mevrouw van Rijswijk. Hebt u onderduikers gehad? Ja, in een dag hebben we er twee gehad. En die kwamen smergens voordat het licht was. En s'avonds heel duister was, als het doorgeduster werd, gingen ze weer. Was ik maar goed als ze gauw gingen, want we zaten maar met drie en sukkers, we hadden niet veel te werk. En als er iemand had gekomen, hadden ze misschien nog een verrooi van eens. Ik was blij dat ze maar weer gauw gingen. Maar in Meersen zaten wel veel onderduikers. Aan een goed clubhuis toch. En de meulen, dat hele gezin werkte hard in het verzet. En het laat er nog in een jongen moeten sneuvelen voor zien werk dat hij dat voor gedaan heeft. Maar dan zat de meulen onveilig en dan moesten die onderduikers allemaal wegkroepen. En als het dan veilig was, dan zat die de meulen ook weer dat ze dat zagen en dan kosten ze weer aan het werk gewoon. En zodoende, anders heb je er eigenlijk niks mee te maken gehad. De onderduikingsperiode is een tijd waarvoor de jeugd van nu erg veel belangstelling heeft. Bij de vragen die in de klas gemaakt zijn, hebben we er verschillende aangetroffen die daarover gingen. En het is dan ook vanzelfsprekend dat een van hen, Martijn, daarover iets gaat vragen. En in dit geval dan aan meneer Oudenhoven. Bent u onderduiker geweest? Waar, hoe lang, waarom? Hoe waren de omstandigheden en dacht u erbij na wat u deed? Ik ben inderdaad onderduiker geweest. Een van de vele duizenden in Nederland. En een van de wellicht 100 in het dorp Merslo, waar mevrouw Verijswijk zojuist over sprak. Die periode is begonnen op 20 september 1982. En 1944 uiteraard. En waarom? Omdat op de eerste plaats men zich wilde onttrekken aan de arbeidsinzet in Duitsland, waar men op een gegeven moment gedwongen zou worden om mee te helpen produceren, om materialen te
maken voor de Duitsers, waarmee het eigen land zou worden bevochten. Hoe waren de omstandigheden? Dat was voor vele onderduikers verschillend. Voor de Joden enzovoorts die ondergedoken zaten, die waren hun leven op de eerste plaats niet veilig. Wat voor de onderduikers in Merslo was het zo dat de omstandigheden daar nog redelijk goed waren. Vooral wat betreft het eten en drinken, dat was daar natuurlijk veel beter dan elders in Nederland. En vooral als men dan denkt boven de grote rivieren. Hitler had miljoenen soldaten aan het front. Zijn fabrieken draaiden op volle toeren om oorlogstuig te maken. In alle landen die hij bezet had, probeerden die mensen te vinden. En Corinne die wil daarover iets vragen aan meneer Raats. Zijn er veel mensen uit Van Rij weggevoerd naar Duitsland? Ja, er zijn nogal wat mensen afgevoerd uit Van Rij. Ik denk enkele honderden. In het begin van de oorlogsjaar, ik zeg tot 1944, waren dat hoofdzakelijk mensen die verplicht werden in Duitsland te werken in de fabrieken om de Duitsers aan oorlogsmateriaal te helpen. Later, dat was dus na september, oktober, was het veel trager. Toen werden de mensen hier in de omtrek bij elkaar gedreven en gingen dan in groepen, werden ze gewoon naar Duitsland gestuurd. Ze moesten te voet, misschien tot over de Duitse grens of in veewagens gestuurd en men wist nergens waar ze heen gingen. Het waren meestal alle mensen die men te pakken kon krijgen tot 50 jaar, werden zonder meer afgevoerd. Het was een heel erg tragische toestand. Er zijn ook heel wat vragen geweest bij de leerlingen over het bestuur van ons land in de oorlog. En Hermien gaat daarover iets vragen aan meneer Oudenhoven. Stond Van Rij in de oorlog onder de macht van de burgemeester of van een Duits hoofdkwartier? Het bestuur van Nederland, het Nederlands staatsbestel, is in principe niet afgeschaft, alleen zijn er een aantal organen buiten werking gesteld. Dat kwam op de eerste plaats omdat de ministers in 1940 met de koningin naar Engeland vertrokken. En daardoor was de secretaris-generaal de hoogste man op het ministerie. In Van Rij heeft dat betekend dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders buiten functie werden gesteld. En dat de taak van beide organen werd opgedragen aan de burgemeester. Waardoor hij dus aansprakelijk was en verantwoordelijk was voor het gevoerde beheer. Dat heeft betekend dat vanaf ongeveer augustus 1941 geen raadsvergaderingen en vergaderingen van burgemeester-wethouders meer zijn gehouden. Maar dat er toch wel regelmatig contact was met de wethouders om de lopende zaken te bespreken. Dat heeft in vele gevallen heeft dat wel geleid dat de burgemeester ontslag nam omdat hij voor zaken kwam te staan waar hij in geweten niet aan kon voldoen. In die gevallen werd veelal een burgemeester aangesteld die Duitsgezind was en die daardoor de bevolking veel leed en veel narigheid kon brokkelen. Een bijzonder lelijke kant van het beleid van de Duitsers is geweest de Jodenvervolging. Hitler had een verschrikkelijke haat opgebouwd tegen deze mensen. Hierover wil Frank iets vragen aan meneer Timmermans. Was er in Van Rij veel te merken van de Jodenvervolging? Het begrip Jood was in Van Rij vrij wel onbekend. Hier woonden geen Joden. Hier zaten ongeveer 50 Joodse mensen ondergedoken. Er zijn er helaas enkele van opgepakt en afgevoerd. Maar men heeft dat over het algemeen goed geheim gehouden, gelukkig. Daarom was er dus eigenlijk weinig van te merken in vergelijking bijvoorbeeld met Amsterdam, waar men alle Joodse mensen naar de Hollandse Schouwburg heeft gedreven, ze dan in groepen per tram of te voet afgevoerd naar het Centraal Station en dan werden ze dan weer verder in beestenwagens vervoerd naar Vught. Zelf zat ik in die tijd ondergedoken in Brabant aan de Belgische grens.
Ik was daar douanebeambte geweest. Ik kende dus elk smokkelpad daar. En daar heb ik verschillende keren Joodse mensen over de Belgische grens gesmokkeld. Die dan via België probeerden naar Spanje te komen. En uit die tijd herinner ik me dat nog heel goed. Dat die mensen doodsbang en heel angstig waren. En die angst in die ogen, die vergeet je nooit. Door zijn gedrag heeft Hitler en hebben de Duitsers veel Nederlanders tegen zich in het harnas gejaagd. Deze mensen vertikten het om zich te buigen voor de overheerser. En Juliette wil daarover iets vragen aan meneer Hendricks. Wat deed men bij het verzet? Het verzet is ontstaan uit bittere noodzaak om mensen te helpen die in conflict kwamen met de bezetter. Joden die vervolgd werden. Vliegers die werden afgeschoten. Nederlanders die in conflict kwamen. Ze alle moesten hulp verleend worden. Hulp in onderdak. Hulp in voedsel. Hulp in papieren, in elke vorm, om uit de handen van de vijand te blijven. Gegevens die belangrijk waren, moesten worden doorgegeven. En verder alles wat schade kan doen aan de bezetter. Geheel de oorlog hebben zij deze last gedragen. Om het gevaar van hun eigen leven gevangen genomen te kunnen worden. En in dat geval concentratiekamp of de dood. Kaplaan Kuipers, Toon Vermeulen, Piet Soester, met hun helpers, zij en hun daden mogen nimmer worden vergeten. Over het verzet zijn veel spannende en romantische jeugdboeken geschreven. De jongelui zullen die ongetwijfeld gelezen hebben. Maar de leerlingen wilden graag weten wat het nou precies geweest is. En Hermien die wil er ook nog iets meer van weten. En dat gaat ze zo meteen vragen. En ik zal u maar juf arts noemen, omdat u in die tijd zo onder die naam hier in Venray bekend was. Hermien. Bent u in het verzet geweest? En wat deed u? Ik wil aansluiten op wat de heer Hendricks net zei. Dat een samenvatting van het geheel de Duitsers schade berokkende. En daar heb je bijvoorbeeld laten onderduiken van Duitse militairen. De aanvallen die gedaan zijn op Veulen. Dat weet ik toevallig na de oorlog, weet ik dat ook dat mijn man erbij betrokken was. Voorts was het zorgen inderdaad voor de mensen die onderdak moesten hebben hier in Nederland. Die dus ondergedoken waren. Dat waren dan de onderduikers die eigenlijk naar Duitsland moesten. Maar je had er ook de meer gevaarlijke. Ik noem dan zo'n Duitse soldaat die onderduikt. En de Joodse mensen die onderduiken. Dat was gevaarlijk werk. En daar moesten toch alle papieren voor komen. Niet alleen de bonkaarten, maar de stamkaarten, identiteitsbewijzen. Bij die bonkaarten ben ik omdat het beter was dat je als onderwijzeres niet in school ging staan, omdat daardoor weer mannen, onderwijzers dus, mee naar Duitsland zouden gaan. En op de distributie gaan werken. En zonder dat we het van elkaar wisten, waren we met twee banken tegenover elkaar, twee rijen. Zat aan de ene kant de heer Lucassen, die daar de bonkaarten via een uitknippen van een bepaald bonnetje, kon je dan die bonnen inwinnen. En aan de andere kant zat ik die dat deed.
De bonnen van onze kant gingen uit naar Blerik en van Blerik uit naar Vught. Maar er was plotseling iemand die het ook ontdekt had dat het zo ging. Dat was dan voor privégebruik. En daardoor werd ik een paar dagen ondervraagd en vastgezet. En ben toen zo snel mogelijk vertrokken uit de distributie. En verder weer in het onderwijs gegaan. Waar ik het voordeel had om de moeilijk te plaatsen Joodse kinderen te plaatsen. En ik noem dan moeilijk te plaatsen Joodse kinderen. Ik denk aan een zwakzinnig kind. Ik denk aan een verschrikkelijke, moeilijke jongen. Ik denk aan kinderen die bedplassers waren, die niet te plaatsen waren. Ja, en dan had je verder nog het werk van het overbrengen van de berichten van de ene punt naar het andere waar het nodig was. Zo denk ik aan op een gegeven moment dat in Oerlo twee vrachtwagens vol met Joodse mensen, voornamelijk volwassenen, weggevoerd werden. En dat we hadden toen thuis een jongen, dat was nou toevallig een bedplasser die je dus niet onder kon brengen, dus het was een tijdje bij ons. Die zou als 12e kind opgehaald worden. 11 kinderen waren opgehaald, 12e kind was er. Maar we waren getipt en we hebben dit jongetje toen onder kunnen brengen, onder kunnen stoppen, hij gilde verschrikkelijk, onder het hooi in de kippenkooi. En hij zegt altijd nou nog tegen mij, je bent nog nooit zo kwaad op hem geweest, want dat kind huilde en ik mocht niet huilen. Ze hebben het kind niet meegenomen en na jaren, toen die jongen trouwde, stond de bruidegom op en die zei dan tante Mieke tegen mij, zo heette ik toen. Ik wou, maar voordat hij de zin wou kwam afmaken, stond er een andere gast op en vroeg, bent u tante Mieke uit Limburg? Ja. Dan heb ik al die jaren een boodschap voor tante Mieke, maar ik wist niet wie het was. Die 11 kinderen, die zijn wel door de Duitsers weggevoerd, maar die hebben overvallen, dus die zijn bevrijd gebleven. Na 4 jaar onderdrukking door de Duitsers komt er in de zomer van 1944 weer nieuwe hoop. De landing in Normandië, de bevrijding van Parijs, de bevrijding van Maastricht, de slag bij Overloon. Hoe zal het in Venray gaan? En Martijn, die wil daarover iets vragen aan mevrouw Gommans. Was het merkbaar dat de bevrijding naderbij kwam? Al dagen waren de Duitsers aan het terugtrekken. Wij hadden nog inkwartiering en die hadden een hele oude vrachtwagen en die stookten ze dag en nacht met kleine houtjes, want benzine die hadden ze geen meer. En die waren s'nachts al vertrokken en twee waren er nog overgebleven. En de beschieting die kwam steeds dichterbij, de granaten die floten door de lucht, één voor op het huis, één achter. De gordijnen die hingen buiten en de Duitsers maar hollen van onder naar boven en met mitrailleuren schieten. Totdat het opeens heel, heel stil werd. Een tijdje daarna hoorden we gestommel boven ons hoofd. Er lagen een paar Engelse gewonden, zagen we later. Eén Engelsman rukte de kelderdeur open. Wij naar boven met de handen op het hoofd. Mij greep je nog bij de arm. Ik moest voorop naar boven het hele huis met hem rond. En dat was onze bevrijding. Corine, die wil zo meteen nog iets meer weten over de bevrijding van Venray. En Corine gaat daarover een paar vragen stellen aan meneer Raats. Hoe en wanneer werd Venray bevrijd? Dat was op 18 oktober. Toen Venray vanuit het noorden, u denkt alle aan de slag van Overloon, in hoofdzaak na zware bombardementen, gedeeltelijk bevrijd werd. Die bevrijding die stokte meester Vins. En dat was dan ook het geval dat die dorpen die ten zuiden van Venray lagen, dat die enkele een maand of meer langer in de vuurlinie gezeten hebben. Dat die er dus echt van gehad hebben daarna nog. Vielen er veel doden bij de bombardementen? Ja, daar zijn nogal wat mensen dood. Gevallen bij die bombardementen. In Venray dacht ik, dat was voor het grootste gedeelte in de grote straat, dus in de kern van Venray, ook in Oostrum, dacht ik dat er toch wel een 70, 80 mensen gesneuveld zijn bij die bombardementen. Ook later nog, door de beschietingen,
zijn er al veel mensen omgekomen links en rechts. Dus ja, heeft Fenra toch wel dik zijn tol moeten betalen aan de bevrijding, ook aan eigen inwoners. De bevrijding van Fenraai is niet zo vreugdevol geweest als in vele andere plaatsen. Het is hier werkelijk gepaard gegaan met bijzonder veel zorgen. En Frank die wil daarover iets vragen aan meneer Oudenhoven. Zijn er veel mensen uit Fenraai geëvacueerd? In de laatste dagen van oktober 1944, toen zijn om en nabij 8000 mensen van Fenraai-Kom geëvacueerd. En dat ging veelal in de richting van Deurne en verder. Daar waren opvangcentra en daar werden de meeste mensen werden eerst ingespoten met een soort ontsmettingsmiddel tegen scabies, wat in Fenraai dan aangeduid werd als krets. Die evacuatie die gebeurde op legerwagens, grote voertuigen, zonder met meenemen met wat handbagage. En voor de rest moest men alles achterlaten wat men had. Die evacuatie dat was een bittere noodzaak, omdat de mensen vele weken lang in de kelders hadden gezeten, zich nauwelijks hadden kunnen voeden en kunnen wassen. En bovendien alleen maar appels en peren en wortelen uit hun eigen tuin of uit de tuin van de buurman hadden kunnen eten. Bij de bevrijding is Fenraai een kapot dorp. Eindelijk is er dan vrede en vrijheid hier. Maar de mensen werden voor onvoorstelbare problemen gesteld. En Frank die gaat daarover iets vragen aan meneer Raats. Werd er veel verwoest in Fenraai? Door de bombardementen op Fenraai werd in Fenraai kom. En ook door het bombardement in Oostrom van stations en plaatsement zijn er minimaal 100 woningen totaal verwoest. Ook door de beschietingen zijn er nog heel veel woningen zwaar beschadigd. Ik geloof dat ik niet te veel zeg als er maar 10% in Fenraai omgeving woningen waren waar die geen schade geleden hadden. Het was dus een verschrikkelijk groot probleem om die zaak in orde te krijgen. Men kan niet leven in een kapot dorp en in een kapotte stad. De zaak moet weer worden opgebouwd. Het leven moet zijn gang weer gaan. En Corinne die wil aan meneer Raats iets vragen hoe hij zelf heeft meegedaan aan die wederopbouw. Corinne. Hebt u meegeholpen aan de wederopbouw en hoe? Ja, daar hebben we aan meegeholpen. Dat was natuurlijk een heel groot probleem. Er waren maar weinig mensen beschikbaar die dus mee konden werken. Het was hoofdzakelijk opruimingswerk. Daar was nog wel wat voor te vinden, maar er was ook veel werk dat er opgebouwd moest worden. En dat moest allemaal gebeuren met afkomende of oude materialen van woningen die totaal verwoest werden, waren. Of wat er nog iets nieuws te bekomen was, maar dat was er gewoon weg niet. Dus in hoofdzaak begon men dus te proberen de mensen een dak boven het hoofd te brengen, dat ze in ieder geval droog zaten. Later de ruiten iets dicht, dat was meestal met planken en een klein beetje glas. En dan was dat de hoofdzaak. Later moest het natuurlijk gecoördineerd worden en dan ging dat ook een klein beetje op makkelijker weg. De hele coördinatie werd toen door de gemeente overgenomen. En die werd dus ook ieder voor zich, toen de zwaarste gevallen weg werden, ieder voor zich wel geholpen. Niet alleen het dorp was kapot, maar ook de twee grote psychiatrische ziekenhuizen hadden erg veel geleden van de oorlog. En hier bij ons aanwezig is meneer Hendricks, die toen al vele jaren had gewerkt bij Sint Anna. En Juliette gaat daarover iets aan meneer Hendricks vragen.
Hoe werd Sint Anna verwoest en weer opgebouwd? De verwoesting en de opbouw is in enkele woorden echt niet weer te geven. We willen trachten met enkele data's toch de dieptepunten te benaderen. 30 september, vliegtuigen bombarderen Sint Anna. 2 paviljoenen worden totaal vernietigd. Boerderij en de bakkerij worden zwaar beschadigd. Vanaf 2 september, van 2 oktober, dagelijks granaten, waarvan weer paviljoenen worden beschadigd. 1700 mensen gaan in de kelder, omdat het bovengronds niet meer mogelijk is. Dit duurt tot 17 oktober, die dag van de bevrijding, welke onder zwaar granaatvuur is ontstaan. Elkeen was opgelucht, maar men stond op Sint Anna wel met lege handen. Alleen de ellende was zodanig, toen de Engelsen binnenkwamen, werd direct besloten om te evacueren. En 18 oktober begon de evacuatie van Sint Anna, omdat het onmenselijk was wat daar op dat moment in de kelders aanwezig was. Men werd geëvacueerd Eindhoven, Boekel, België. De Engelsen namen bezit van het terrein, hebben op dat terrein, op die puinhopen, overwinterd tot bijna mei 1945, waarna Sint Anna het terrein vrij kreeg om aan het herstel te beginnen. Het herstel dat 12 jaren heeft geduurd, wat men in 14 dagen heeft afgebroken. Op andere plaatsen in het land gaat de bevrijding samen met grote vreugde. Dit gold ook wel voor Venray, maar toch op een heel andere manier. Daarover wil Hermien iets vragen aan mevrouw van Rijswijk. Was er grote armoede na de oorlog? Nee, van eten, dat meen ik zo. Honger hebben de mensen hier niet gehad. Maar van huishoud en kleer, dat was heel erg. Met het hertenkwap doen nog hebben, het Rode Kruis en zo wat. En anders eten, dat was je toch nog wel zo te vinden geluk. En toen kwamen die tongen al gaan met de blikjes en al rommel. Dat scheelde ook al een beetje. En met een witte week. En dat doe je allemaal, dat was allemaal heel vreemd. Maar dat heeft ik weer naar mensen die afgebrand waren. Die hadden niks meer. Ik heb hier gezin gekend met 10, 11 aankomende kinderen en die moesten trok uit. De vrouw in een klomp en de schoenen greep ze nog gaan en doe weg. Niks metnemen. En toen ze terugkwamen was alles afgebrand. Ja, wat ging het aan? Maar ze zien dat toch doorgerold. En achterna is het ook nog goed geweest dat het afgebrand is. Ook mensen zijn nu een heel kort huis en hoe hebben ze nee gekregen. Maar Venray stond niet alleen. Gelukkig kwam er hulp. En Martijn die gaat daarover iets vragen aan mevrouw Gommans. Is er na de oorlog hulp geweest van het Rode Kruis? Na de evacuatie kwam er hulp van de Hark en dat is hulpactie Rode Kruis. Wij zijn in Leunen huis voor huis rondgegaan om te vragen en te noteren wat ze tekort kwamen. Het allernodigste mochten ze opgeven. Dat hebben wij doorgegeven aan het Rode Kruis. Kregen allemaal in grote kisten thuisgestuurd. Hebben het zo goed mogelijk uitgezocht en gesorteerd. En verdeeld onder de mensen. De tijd van oorlog en bevrijding was gekenmerkt door een grote saamhorigheid. En Martijn wil daarover iets weten van jufarts Martijn. Is er ook nog hulp geweest van andere plaatsen? Ja, er is erg veel hulp geweest. Niet alleen van plaatsen, maar je kunt zelfs ook zeggen van landen. Nog voordat het noorden bevrijd was, is er al een groep kinderen die het medisch of op sociale motieven nodig hadden, naar Engeland geweest, naar Schotland, naar Zwitserland. Toen die groep weg was, is in de tussentijd de grote actie begonnen in de plaatsen Haarlem,
Bloemenhoven, nee, Bloemendaal, Heemstede en Velsen. Daar is een school begonnen met inzamelen, dat is iets geweldigs geweest. We kwamen met een 30 vrachtwagens vol terug in Venray. Dan is er nog een actie geweest, Ruitentroef vanuit Loenen aan de Vecht, waar de, dat was naar aanleiding van een uitzending van Harry de Greven op zaterdagavond, werd toen glas ingezameld, werd gesneden en het werd naar Venray gebracht. En dan moeten we nog van het Haarlemse niet vergeten te vermelden dat daar een actie is ingezet, bisschoppelijke hulpkolonnen noemden ze dat, die hier voor de wederopbouw zorgden. En omdat weer iemand die ik dan erg goed ken, s'morgens op maandagochtend die ik moest opgeven hoeveel eten er van de Graagkeuken moest komen, dat was soms 1200 tot 1500 mensen. Het bisdom Haarlem had daar 2 mensen voor vrijgemaakt die dan voornamelijk zouden voor de jongeren in die groep. Zelfs nog toen we al een jaar verder waren, denk ik, is er dan een keer een groep oudere mensen naar Zwitserland geweest. Aan het eind van dit gesprek wil ik de ouderen hier aanwezig bedanken voor alles wat ze ons verteld hebben. Ze hebben het gedaan op hun eigen manier, gewoon recht uit het hart. Ik dank ook de jongelui. Jullie hebben de vragen gemaakt, jullie hebben de vragen gesteld. Het is goed dat jullie dat gedaan hebben. Maar ook ga ik zo meteen bedanken de mensen die achter dit programma zitten, de onzichtbare mensen, die de hele zaak hebben voorbereid en die meedoen in het educatieve project van de jeugd. En dan wil ik graag noemen de heer Verbeek, de heer Jansen, de heer Schutte en meneer Renkens. Er zijn er nog meer, maar die zijn op dit moment niet aanwezig. Ik heb het fijn gevonden om dit programma te maken in de hoop dat de leerlingen van de basisscholen en de leerlingen van het voortgezet onderwijs die deze videoband gaan bekijken, zo een beetje een beeld krijgen van wat er toen geweest is hier in Venray. Venray voor de oorlog, in de oorlog en na de oorlog. Ik dank u alle wel voor het meedoen aan dit programma. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds.